Hoi, vandaag neem ik een kijkje bij Young Talent Factory. Je weet wel, dat pand met oranje-rood-paarsachtige kleuren logo direct achter het Wiebouwhuis. Was je ook niet altijd al benieuwd naar wat hier allemaal te doen is? Kijk dan vandaag met mij mee. Hallo iedereen, ik ben Ruben, ik werk bij YTF. YTF is een organisatie in Amsterdam. Wat wij doen is dat wij studenten en starters eigenlijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Dat doen wij door het geven van workshops en coaching. Dit is allemaal gratis voor deze studenten en starters. Wij helpen ze ook nog, als ze dat willen, om in contact te komen met bedrijven. Dat kan via een online platform wat wij hebben, waar verschillende bedrijven op staan. Maar dat kan ook door matching events, waar eigenlijk starters kunnen gaan speeddaten met bedrijven. Dus zo zijn wij eigenlijk de organisatie die er is voor jullie studenten en starters, om jullie te helpen aan jullie droombaan. Vandaag ga ik dus een workshop volgen. Voordat ik begin maak ik nog even een cv aan. Dit doe ik op de website van YTF zelf. YTF vraagt allemaal informatie van mij. Uiteindelijk wordt deze informatie samengevoegd en heb ik een cv bij YTF. YTF geeft workshops over van alles wat jouw carrière kan ondersteunen. En dat allemaal voor niks. Ik heb gekozen voor een workshop Agile Scrum. Ik ga nog heel even kort uitleggen wat we doen, wat onze diensten zijn. Op twee vlakken doen we dat, online en offline. Online doen we dat met een platform. We hebben een eigen platform gecreëerd waar studenten en organisaties samenkomen. En dat alles om de studenten eigenlijk te helpen aan een droom. Tijdens de workshop wordt er allereerst een introductie gegeven over agile werken. En organisaties die agile zijn. Vervolgens gingen we samenwerken oefenen in teams door een spaghetti challenge te doen. Uiteindelijk sloten wij af met de praktische opdracht die ons agile liet werken. Hey, vertel, wat was je ervaring? Bij YTF word je gemotiveerd om te leren en denken op een creatieve manier. Ga ook eens een workshop volgen bij YTF. En maak je cv aan op de website. Wil je nog meer weten over wat er op en rondom de HVA te doen is? Bekijk dan eens deze video's. Tot de volgende keer!